We zijn weer in Destiny 2, dames en heren. En zoals ik al zei, ik moet flink gaan grinden voordat we aan de Vault of Glass kunnen beginnen. Zoals je misschien hebt gezien in de vorige video, ben ik begonnen aan Season of the Spicer. Mocht je die nog niet gezien hebben, ga die dan zeker checken. Want daarin wordt al wat meer duidelijk over het verhaal. En het lijkt best een interessant, tof verhaal te worden. Het heeft met de Vex te maken. En de Vex, zijn bijzonder belangrijk, vooral wanneer je kijkt naar de Vault of Glass. De raid die weer terugkomt dit seizoen. En het wordt nu langzaam een beetje duidelijk hoe dat allemaal tot stand komt. Op dit moment moeten we naar de helm. En even kijken waar die hier precies zit. Hier, want dat hebben ze dus veranderd. En we moeten hier naar Beneath the Great Machine. Dat is de questline. En dan gaan we gelijk daar landen. Ik heb nog redelijk ouderwetse wapens, zoals ik al zei in de vorige video. Zo zie je hier Outbreak Perfected. En natuurlijk voor mij een legendarisch wapen. Ik denk trouwens wel voor iedereen. Maar misschien een beetje verouderd samen met Gnawing Hunger. En we moeten flink gaan levelen. Dus we zullen uiteraard al wat guns opzij moeten gaan zetten. Mocht je verder tips hebben voor guns, let me know. Let me know. Wat zijn de wapens to get in dit seizoen? Ik ben benieuwd. Oh wauw, kijk deze Splicer Servitor. Destiny is altijd al geweest van de uitstekende esthetiek. Maar dit seizoen doen ze er wel weer een schepje bovenop hoor. Even kijken. An alert sounds from the servitor as you approach. On a small view screen, a wireframe image of a cube appears. An access port slides open and the cube changes to a single word, analyze. You take the cube of the living code you claim from the Vex in Europa and hold it in your palm. Its corners and edges move, reforming endlessly in your hand. You place it into the servitor. The servitor scans the cube with a field of soft light for several moments and then emits a chime and the text exchanges stable. A pictogram suggests that the cube is somehow still connected to the Vex Nexus. Mithrax will be able to study its secrets, and just by holding it, you are able to access certain permissions from the Deep Vex networks. The readout changes once more. Utilize. You're not, as you claim the Paradigm Cube. Ik denk dat dit de artifact is van dit seizoen. Ja, staat er ook gewoon bij. Guardian, I greet you in the light. It is I, Mithrax, or Mithrax. As your people say, I speak to you through a servitor we liberated from the House of Salvation. It fuels our camp now, turning raw matter into the ether we need to survive. I will use it to study the Paradrome Cube you recovered from the Vex. In this way, it will provide for us both. We are settling into your city. You may have seen the work of the House of Light scribe Ido, my daughter. She has been creating a chronicle of our journey. But there will be time for that later. This city holds great scholars and warriors. Ikora, Osiris, Lakshmi too, even the Saint. They have agreed to aid in your fight against the machines, and I will be your guide. I am a sacred splicer, one who can touch the light rippling through the Vex networks. For the light is all. The wind through the grass, and the motion of galaxies. In this way, I can see into the Vex domain. But you, your abilities might grow beyond mine. I have prepared something for you. A splicer gauntlet. The first made for a non-Elixni. The ether it pulls from defeated foes will let you override the Vex signals. Push back and enter the machine domain as you did on Europa. Bring me data from within, and together we will discover its secrets. Fight bravely. Free your people from this endless night. Waarom werken we samen met de Splicers? De Splicers zijn de ultieme
mix tussen het organische, de mens, de aliens fallen en de machines. Vex zijn een soort van AI machines. En wat we dus de vorige missie deden, we doken een Vex construct in, omdat de splicer deze weet te hacken. En daar hebben we dus een ding van die cube vandaan gehaald. Ik pak gewoon even deze bounties op. Altijd even de bounties oppikken, jongens. En ja, dit is gewoon het al oude bekende tier upgrade systeem. Niks nieuws hier, denk ik. Dit zit inmiddels wel in elk seizoen van Destiny. Geeft niet, het werkt vrij aardig. Mits ook de quests gewoon daardoor leuk zijn om te spelen. Checken we heel even wat ons nu te wachten staat. Use the ether contained in the Splicer Gauntlet, located in the quest tab, to craft a keycode. En dat doen we door... We hebben een keycode. Here we go. Override the Vex signal and enter their network and use your keycode to open up a Conflux chest. Launch override missions via the destination hub in de dingen. Even kijken, waar staat het dan? Moeten we hem wel heel even hier selecteren. Ja. Yeah. Kijk, hier is het Dangle Short. Infiltrate the Vex network and confront the subjugated mind that rules their digital domain. Ik denk dat dit een nieuwe... dus een nieuwe playlist activity is voor dit seizoen. Laten we kijken of het wat is. Martyr. Memory. Ik had misschien heel even beter van tevoren. Oh, hier, kijk. Overloadwapens hebben nodig en anti-barrier. Ik weet niet eens of ik dat heb, joh. Want die zijn allemaal natuurlijk nog van vorig seizoen. Nee, die heb ik zeker niet. Maar er zit matchmaking in, dus laten we kijken of mijn friends het wel hebben. Die kans acht ik dan redelijk groot. Want wat ik zei, ik ben redelijk laat dit seizoen begonnen. Ik denk dat het seizoen 2 weken geleden is begonnen, zoiets. Dus ik ben vrij laat, maar wat ik al zei, ik had zoveel games die ik moest spelen voor reviews. Mass Effect zat daar natuurlijk ook bij. Fantastische game, by the way. Die moet je echt oppikken als je dat nog niet hebt gedaan. En de grind is gewoon begonnen, jongens. De grind voor level 12, 1300, sorry, bedoel ik. Want bij level 1300... kunnen we de Vault of Glass gaan spelen. Die gaan we ook absoluut streamen. En gaan we dan uiteraard ook capturen en op YouTube zetten. En we beginnen op dit moment aan de activity. We vliegen naar de Tangled Shore. En daar zijn mijn fellow guardians. Oh! Het is een 6-speler activiteit. Dat is altijd doof. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Find a way into the Vex network. Crush these soulless machines and harvest their wires for data. Let's do it. Moeten we hier weer erin duiken of is het gewoon buiten blijven? Lijkt dat we gewoon buiten moeten blijven. Deze stuff moeten we dus gaan pakken. En die moeten we deponeren, dat kan niet anders. Het enige probleem wat ik altijd een beetje heb met dit soort missies... is dat het enemies echt cannon fodder maakt. Waardoor ze ineens een stuk minder intimiderend zijn. Maar guys, ik heb jullie wel nodig. Dit is een anti-barrier. En die kan ik niet klappen. Niet in mijn eentje in ieder geval. How we do it. Kijk, dit is die anti-barrier waar ik het eerder over had. Maar we hebben hem. Dan gaan we gelijk depositen.
Die grenades, jongen, die arc grenades van de Titan zijn zo ontzettend goed. Eigenlijk een beetje OP. Oké, de bank is closed. Ah nee, ik gooi de mis. Ik ben bijna dood. Wel aardig wat damage gedaan, gelijk. Okay, waarschijnlijk kunnen we nu meteen weer deponeren. Misschien we in ieder geval knipperen. Override terminal passcode. Goed hem. We moeten nood. Wat is dit? Ik weet niet wat je moet doen. Ja, zij hebben het al gedaan. Fijn. Prepare for another assault. The Vex will endure as many casualties as necessary to keep the vortex closed. Vex defenses have been reset. Wat is dit, joh? Dit gedeelte is zo vet, man. Dit zat natuurlijk ook al een beetje in de openingsmissie. Dit ziet er echt dik uit. Alsjeblieft, 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 alsjeblieft. Kijk, we doen wat damage. Ik heb alleen geen overload, niks. Oh god, dit ga ik niet redden. Was ik al bang voor. Dom. Het ziet er wel heel vet uit trouwens hoor. Het ziet er echt heel dik uit. Ik ben weer excited. Ik ben echt ontzettend excited. Oh god. Ik had hem bijna down. Nee. Oh. Guys. Waar zijn ze überhaupt, joh? Ik heb geen overload rounds. Zijn wij nu... Volgens mij heb ik het verpest, hè. Volgens mij kunnen twee mensen naar binnen en ik ben naar binnen gegaan. Terwijl ik... geen overload rounds heb. Dit had ik niet moeten doen. Ik heb, denk ik... mijn team genaaid. Ik weet niet zeker of dat is hoe het werkt. Dit is letterlijk de eerste keer dat ik het speel. Maar en die andere guy doet helemaal niks trouwens. Niks aan de hand, joh. Oké, waar moet deze heen? Oh, ik heb het toch goed gedaan. Jongens. Wat zijn jullie nou aan het doen? Oké, ik vind het een toffe playlist in CV3. Werkt goed, ziet er tof uit. Ik heb alleen de upgrades nodig voor mijn armor en mijn wapens. Dat was een voltreffer. Die zwaardjes werken nog steeds aardig goed hoor. Volgens mij alweer twee seizoenen geleden dat het echt het ding was. Zwaardjes. Waarom kan ik hier geen damage doen? Joh? Hoe werkt dit? Je moet die nodes moeten kapot maken, staat er. Okay. Welke nodes? De rode. Ja, de rode. Oké, we hebben ze nu allemaal. Oh god. Die witte ontploffen ook echt gelijk. You're wearing them down, Guardian. Their metal is no match for your light. Misschien moet ik volgende keer maar andere gasten naar binnen laten. Ja,
Jezus, man. Kijk hoe ver we ook spawnen, man. Dat gaat een hoop tijd kosten. Ja, ik heb geen anti-barrier. Lijkt wel alsof niemand anti-barrier ook heeft hier. Oh, kom op. Zie, niemand kan het barrière eraf schieten. Dan maar de oldschool manier. Er is veel te veel liggen. The network bends to your will. It cannot resist for much longer. Jeez. Oi, 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 oi. Best pittig. Ik ben niet heel tactisch. Dat mag gezegd worden, maar... Oké, okay, pak die data mode. Nee! Oh god, ik spring ook echt letterlijk in hun armen. Ja, nee, dit Ah, dat meen je niet! Wat een timing! Ik wil de depositen! Oh. Ik ben nu echt als een kip zonder kop rond aan het springen. En dat was allemaal mis. Ik denk dat we hem niet gaan halen. Om heel eerlijk te zijn. Deze ga... Waar zijn die andere puppies, joh? Nog steeds niet? Waar wachten we op dan? Het is een kwestie van overleven, maar we hebben nog 10 seconden. Dit ga ik niet redden. Oké, ik kan nu depositen, Nee! Nee! Heb ik het gehaald? I don't know about the Vex network, but I know an attack coming when I see you. Yep. Hold your ground. Dit was volgens mij echt net op het nippertje, hoor. Ja, die zag ik wel aankomen. Hij is in ieder geval down. Clear connection blockers. Dat zijn deze gasten dus. Daarachter zit er nog één. Deze kant op, jongen. Je loopt helemaal de verkeerde kant op. Gebruik je ogen. Oké, die is down. Oké, de nood. Hier, huppakee. En die andere. Hier. Laatste. Jezus, waar word ik nou weer door geraakt? Ik heb hem. Het voelt alsof je hier omhoog moet. Huh? Ik kan echt geen jump puzzles doen met muis en toetsenbord, man. Oh, oké, here we go.
Oh, dit is een hele vette sequence. Echt een hele vette sequence. Stouter minds than ours have been driven to madness. Doet ook een beetje Matrix-achtig aan. Power down. Yes. Let's go. Daar moeten we zien te komen. Hoe dan? Via dit? Die zag ik niet aankomen. Bypass the network security system. Wat een vette missie is dit, zeg. Heel eerlijk. Ik vraag me af hoe snel het gaat velen. Hey, maar die gasten waarmee ik speel, man. Ze doen niks. Oké, even wachten dat deze is geweest. Dit is dus een security system. Zodra deze is geweest, gaan we naar beneden. Let's go. Nee! Oh, dit gaat echt veel te lang duren. Echt heel slecht. Voor het security netwerk alweer opkomen. Oké, laten we gaan. Oh, wauw. Ik zag helemaal niks gebeuren. Is het pas als je erop staat of zo? Oh, godsamme. We gaan het gewoon niet halen, joh. En dit is gênant, want hier moet je weer blijven wachten. Kijk, hier komt hij. Kijk, deze. Ah, ja, ze waren er wel. Ging bijna mis. Die booby traps zijn wel vet gedaan, hoor. Nothing can save these machines from your life. Destroy them. Wat is er nou? Moeten we die eerst activeren? Oké. The subjugated mind. Oké, die krijgen we niet zomaar kapot, dat is wel duidelijk. Ik heb ook geen goede wapens voor deze. Even kijken, snel een ander. Huh? Waarom vuurt hij niet? Zeg het. Nog meer puzzels. Anti-barrier heb ik dus weer niet. Ja, hier gaat hij. Ja.
Geen van ons heeft dat, dat is wel duidelijk. Dat is wel echt een probleem. Althans, vervelend, laat ik het zo zeggen. Dit trucje zullen we dus nog twee keer moeten herhalen. Daar is hij alweer. Doodgaan. Kijk, het probleem is hiermee. Het is zo vet. Het is wel veel werk, man. Het is echt heel vet, maar het is ook echt veel werk. Ik wil me super bewaar voor wanneer er weer zo'n anti-barrier gast is. Kom op, kom op. Hij wacht niet in ieder geval. Dat weet ik wat duidelijk is. Hier is die anti-barrier guy. Wachten tot hij zijn barrier heeft gepopt en dan gooien we die super op hem. Ja. Dan moet je niet dit doen, Koos. Nu weet ik niet. Ja, nu is die barrier geweest. Jongens, je moet deze gast hebben. Het is echt knap om af en toe je teammate met een rug naar die guy te zien gaan. Dat is bijzonder, noemen we dat. En daar is hij weer. Nee! Weapons of light zijn, please. Doe dit weapons of light zijn. Ja, zeker! Kom, kom, kom. Als het grijs om je heen begint te worden, dat betekent dat je echt moet wegwezen. Want dan spannen de enemies daar. Je moet eigenlijk een beetje aan wat crowd control gaan doen. Of een supertje pakken. Net niet genoeg. Oh, wat een bullet sponges, man. Dit wordt hem. Dit wordt hem, toch? Yes! Yes, 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 yes! Ai, 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 ai. Loot! Grid Skipper. En Wild Hunt Grease. Oké, die zijn redelijk oud. Oh. Applausje voor Bungie. Dit was echt
een hele toffe activity. Nogmaals, ik weet niet hoe snel dit gaat velen, want het is lang, je moet veel doen. Maar de mechanics die erin zaten waren echt ontzettend bruut. Heel vet gedaan. Wauw. Jongens, dit is één van de nieuwe activiteiten in Season of the Splicer. Ik hoop dat jullie het heel erg vet vonden. Ik moet er echt heel erg snel vandoor, want ik moet zo aan het werk. Ik neem deze video's altijd in de ochtend op. Dus mocht je dit vet vinden, vergeet dan niet dat duimpje omhoog te doen. En vergeet ook niet te abonneren voor meer van dit soort video's. Voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ciao.